Leerlingen van de bovenbouw van het VWO van de Grundel hebben maandagochtend de gelegenheid gehad om vragen te stellen aan minister Henk Kamp. Aanleiding van dit bezoek was een ontmoeting tussen de minister en een Hengeloze VVD-delegatie, waaronder Frank Kraken, wiens kinderen op de Grundel zitten. We hebben zojuist hoog bezoek gehad. Minister Kamp van Economische Zaken, van geboorte Hengeloer, was bereid om in een soort college-tour-achtige setting met jongeren op 5 en 6 VWO, die het vak geschiedenis dan wel maatschappijwetenschappen hebben, het gesprek aan te gaan. Ik vond het geweldig. Het is voor mij een hele tijd geleden dat ik op de middelbare school zat. Het komt een beetje weer terug. Wij waren veel lastiger dan deze mensen. Ze hebben heel geconcentreerd geluisterd. En ik vond een half uur, drie kwartier die voorbij vloog. Nou, ze hadden zich zeer goed voorbereid. Dus ze hadden vragen gesteld, zowel over de internationale politiek als de nationale politiek. Als hoe je functioneert in de politiek. Maar ook hoe ik het zelf heb gedaan en waarom ik dingen heb gedaan. En hoe ik denk dat dingen anders en beter kunnen. Alles wat je normaal gesproken in de politiek zo met elkaar bespreekt, dat kwam hier aan de orde. Maar ik zou zeggen beter voorbereid en diepgaander. Een vraag die bij mij nog wel binnenkwam was een vraag over politici beloven vaak veel, maar maken het niet waar. En dat je dan toch verwijdering, vervreemding ziet bij het publiek. Kampen verdedigde zich manmoedig, heftig. Hij wees op het feit dat jongeren vandaag de dag zich ook niet organiseren. Ze kiezen niet voor een politieke partij. Hij maakte veelal uitstapjes naar zijn eigen verleden. Vond ik heel opvallend. Gaf ook echt een inkijkje. Hoe bepaalde overtuigingen soms al heel vroeg in een persoon manifest worden. Hij had het over zijn voorliefde voor Israël. En hoe die gevoed werd natuurlijk door het lot van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Ik vond het een boeiende dialoog. Vragen waren goed voorbereid. En de minister nam het publiek ook serieus. Af en toe een kwinkslag. En als mede-organisator kijk ik met een heel goed gevoel terug op deze happening. Ja. Nou zal mijn vraag aan u zijn. Waarom vindt u dat deze jongeren nu al liberaal zouden moeten stemmen? Ja. Nou, ik vind dat die jongeren helemaal niets moeten. En dat is, natuurlijk ook, hoort ook een beetje bij mijn partij. Hè. Ik denk dat mensen moeten het zelf uitzoeken. Het enige wat ik van de mensen vraag is dat als ze zelf dingen uitzoeken en zelf dingen doen, dat ze dat dan wel doen op zodanige manier dat ze het zelf ook kunnen verantwoorden. Dat het verantwoord is naar de mensen in je directe omgeving. Dat je niet jezelf probeert te bevoordelen ten koste van anderen. En dan zou ik willen zeggen tegen de mensen, als je dan voor jezelf zorgt en je doet het op een verantwoorde manier, doe dan ook mee aan die overheid. Ben daarin geïnteresseerd. Doe dat, probeer dat. En u had tijdens het gesprek een inventarisatie gemaakt onder de leerlingen van wie is een lid van een politieke partij. Dat waren er niet veel. Hoopt u dat u toch enigszins de jongeren hebt geïnspireerd om iets meer te verdiepen in ieder geval in de politiek? Nou, dat zou geweldig zijn als me dat gelukt is. Ik hoop dat ik ze aangegeven heb waarom het van belang is om dat te doen. Waarom je heel goed voor jezelf en voor anderen kunt zorgen, maar toch ook voor het algemeen belang kunt opkomen. Dat daar de politiek het middel voor is en dat je daar zelf ook op verschillende manieren aan mee kunt doen. En ik hoop dat ze dat een beetje geïnspireerd heeft. Dank voor jullie belangstelling en graag tot ziens.